Luc, wat heb je aan headlines? Yes, nou, ik heb vervelend nieuws, want Nelson Mandela is overleden. Zojuist bekendgemaakt door president Zuma van Zuid-Afrika. Hij is 95 jaar geworden en in Zuid-Afrika is onze verslaggever van RTL Nieuws, Arthur de Leeuw. En Arthur kan ons waarschijnlijk meer vertellen. Arthur, wanneer is het precies gebeurd? Kijk, dat, weet je dat? Nee, dat weet ik op dit moment nog niet precies. Ik ben namelijk op dit moment nog niet in Zuid-Afrika. Ik zit nu nog vast in de Centraal-Afrikaanse Republiek, waar iets heel anders aan de hand is. Er waren wel eerder vandaag al berichten dat het niet goed ging. Zo was de familie al bij elkaar gekomen. En vorige week had een van de dochters van Mandela het al over het sterfbed waar Mandela op lag. Dus er waren wel al indicaties dat het echt heel erg slecht ging met Mandela. Nou, ligt Mandela aan een aantal weken is hij niet helemaal gezond. Hij heeft aan een paar weken heeft hij kantje boord gelegen. In Zuid-Afrika is men denk ik dan daarop voorbereid. Wat weet jij daarvan op dit moment? Ja, eigenlijk al sinds deze zomer is een situatie, werd die kritiek maar stabiel genoemd. Hij lag eigenlijk al heel lang op sterven. Mensen in Zuid-Afrika van de zomer die waren er toch wel op voorbereid dat Mandela ook een keer zou gaan sterven. De man is tenslotte 95. Maar toch denk ik dat deze klap heel hard aankomt. En ja, misschien dat er ook wel mensen zijn die zich nu afvragen, ja, wat nu bijvoorbeeld met de politieke situatie in Zuid-Afrika? Ik denk dat je daar vrij genuanceerd naar moet kijken, want Mandela speelde al heel lang geen rol meer in het publieke debat, in het publieke leven. Maar een klap is het zeker. Het is een icoon die er niet meer is. Voor zover jij weet, want het gaat er ook natuurlijk om wat er nu gaat gebeuren. Okay, je zegt terecht, politiek speelt daar geen rol, maar hij heeft wel een iconisch belang, heeft hij, Nelson Mandela. Is er iets in de verklaring van de overheid aan naar buiten gekomen daarover? Of is het echt puur de mededeling dat hij is overleden? Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik die verklaring zelf niet heb gezien. Het nieuws is nog zo vers. Ik hoorde het ook echt pas een paar minuten geleden. Wat er zal gebeuren, er zal de komende dagen sowieso ontzettend bij stil worden gestaan natuurlijk. De erfenis die Mandela achterlaten, wat die heeft betekend voor Zuid-Afrika. De afschaffing van apartheid waar hij zijn hele leven eigenlijk voor heeft gestreden. Toen hij in 94 de president werd, notabene de eerste democratisch gekozen president. De komende dagen is daar genoeg ruimte voor, want het zal waarschijnlijk 10 tot 12 dagen duren voordat de begrafenis gaat plaatsvinden. Oké, dankjewel Arthur Leeuw in Afrika.